Marjoe van Ruit. Ik doe de boeken bij Dagblad van Noorden. In de praktijk komt dat erop neer dat ik bepaal welke boeken in de krant aandacht krijgen. Omdat Dagblad van Noorden een regionale krant is, hebben de boeken van auteurs uit Drenthe en Groningen daarbij een streepje voor. Door dat uitgangspunt mocht ik in 2004 de roman Bokkenvla van Karel lezen. Een vreselijk boek. Het is zo onsmakelijk dat ik mijn beklag deed bij mijn chef. Ik vind het heel goed dat ik door de aandacht wil besteden aan boeken van regionale auteurs. Maar als dat betekent dat ik s'avonds in bed moet liggen bij Karel ten Haaf, dan ervaar ik het als straf. En dan wil ik beter betaald worden. Dat is nooit gebeurd. Een paar jaar later stuurde Anton Scheepstra een recensie-exemplaar van Meisjespijn naar de krant. Anton, bedankt. Het dikste poëziedebuut uit de geschiedenis der Nederlandstalige letteren. Bladzijde 9 staat het gedicht Poëticaal. Geen gedicht is ook een gedicht. Ik herkende het direct in Marcel Duchamp, kunstenaar die in het toiletpot liet exposeren en beweren dat die pot daardoor kunstwerk werd. De context bepaalt wat kunst is. Karel die zet een stap verder. Niet de context, maar de kunstenaar bepaalt of iets kunst is. Alles kan kunst zijn. Of het nu op straat gevonden wordt of bedacht is in een academisch gevuld bovenkamer. Dat is om het even veel democratischer wordt er niet. 2 jaar later, dankjewel Anton, verscheen een nieuwe roman van Karel, Mijn Nieuwe Roman. In eigen beheer uitgegeven. Het voorblad, vrouw in scrabeuze pose, typisch Ten Haaf. De inhoud ook, alleen het woord bla. 47 bladzijden achtereen. Slechts onderbroken door af en toe een punt. Ik vroeg hem, hoe kom je op het idee een boek met slechts 1 woord uit te geven? Karel antwoordde, het vloeit voort uit een poëziebloemlezing die ik aan het maken ben met concrete visuele poëzie-literatuur. Daarin worden de grenzen van de taal en de literatuur verkend. En toen dacht ik, Karel dacht dat, in proza kan dat ook. Alleen maar het woord bla. Het is de ultieme roman, maar het is ook een commentaar op de inhoudelijk zwakke literatuur Nederland. Ik vroeg hem, zit er veel werk in mijn nieuwe roman? Hij antwoordde, ik ben alleen al 2 dagen bezig geweest om ervoor te zorgen dat de bladzijden er een beetje afwisselend zouden uitzien. Dat viel nog niet mee. Als je zinnen maakt van 10 woorden en dat woord telt slechts 3 letters, dan is het gevaar dat er uiteindelijk 1 grote brei wordt. Had je voorbeelden? Vroeg ik Karel. En hij zei, ik herinner mij een boek uit de jaren 60 van Ene de Vries. Wit heette dat. Alleen maar lege bladzijden. Met 1 plaatje. Dat vond ik eigenlijk een beetje zwak. Ik heb overigens ter afwisseling ergens een gedachtenstreepje neergezet voor de goede lezer. Ik heb dat gedachtenstreepje nooit gevonden. Mijn nieuwe roman werd uitgegeven door uitgeverij Leuterboek. Ik vroeg hem waar de uitgave verkrijgbaar was. En Karel zei, voor 5 euro bij Gronend Walter in Groningen en bij mij. Ja, Karel ten Haaf. Kom, het is een heel leuke cadeau. Als je mijn nieuwe roman meeneemt naar een verjaardag, heb je meteen de lach en kun je meteen door naar het bier. 2012 verscheen bij uitgeverij Passage van de Straat een boek met prozie en poëza. Een goede aanleiding voor nog een interview. 2 dagen voor het interview stuurde Karel een sms met een vraagje uit ijdelheid. Moet ik mezelf scheren, zodat ik er op mijn toonbaas uitzie? Ik bedoel, komt er een fotograaf mee? Daarna sms'en we wat over en weer. We spraken over de komst van een fotograaf. Het Dagblad van het Noorden beveelde Old Spice aan. En toen brak de dag aan, en wat bleek, Karel ontving in een schaars verlichte kamer, bijna donker, en had zich niet geschoren. Citaat uit het krantenstuk. Van mijn eerste boek dacht ik dat het een bestseller zou worden. Dat werd het niet. Mijn tweede boek ook niet. Van de Straat wordt wederom geen bestseller, vermoed ik. Ooit wilde ik een beroemd schrijver worden. Ik ben nu 50. Ik werk 20 uur per week als telefonist bij het ziekenhuis. Ideaal. Geen werk dat je mee naar huis neemt. Precies genoeg om te kunnen doen wat ik wil doen. Schrijven, lezen. Ik ben een oeuvrebouwer. Ik zou graag de tweede foto. Toen ik in 2017 hoorde dat Karel ziek was geworden, vreesde ik meteen het ergste. Zo ben ik. En ik belde hem op met de vraag of hij langs mocht komen. Voor een interview, vroeg hij. Na
nou niet meteen, antwoordde ik. Misschien later. Eerst maar eens uit gewone belangstelling. We besloten contact te houden. Zo close waren we ook niet. We zouden contact houden en we hielden contact. Toen zijn dichtbundel Nilvis verscheen, stak ik met een 4-sterren recensie de vlag uit. Karel ten Haaf is abnormaal. Laat hem dat nu zijn redding zijn, omdat hij nog lang mogen leven en schrijven. En eind april vernam ik dat Karel was opgenomen in een hospice en dat hij zich wilde laten interviewen. Ik mocht begin mei langskomen. Dus deze foto. Citaat uit het interview. Bloemen, drank, fruit, bitterballen, wat neem je mee voor iemand die in een hospice verblijft? Iemand die schrijver en dichter is. Met in het huis dat hij moest verlaten, de wereld aan boeken. Iemand die nu door de medicijnen snel uitgeput en duf raakt. Geef je zo iemand pen en papier, nog een boek? De keuze viel op een Cattleya, koningin der orchideeën. Een plantje, hartstikke leuk, reageerde Karel laat in het vangst nemen. Vroeger interesseerde mij het niet. Nu kan ik er gefascineerd naar kijken. Hoe ze uitvallen en zo. Hoe ze de tijd proberen vast te houden. En dat ze dan toch. Het weerzien in Groningen was even schrikken. Gelukkig slaagde Karel er snel in om mij op het gemak te stellen. Ik kreeg stoel bij het raam, kopje thee, zachtjes ruisten achter het gordijn de zuurstofmachine. 3 weken zat hij toen in dat hospice. Ik ben een beetje een ijzelganger, vertelde Karel. Nu komen mensen afscheid nemen. Het is niet dat ik het emotioneel niet trek, maar het gaat maar door en je kunt niet zeggen jij niet. Ik suggereerde dat hij mensen een tekstje moest geven of een filmpje moest laten zien, zodat ze buiten konden blijven. Karel die dacht daar door en zei, deur open, hand geven, deur dicht. Ja, maar dat willen de mensen niet. Het zou mooi zijn als we het kunnen doseren. Het schijnt dat het record in dit hospice 2 jaar en 2 maanden is. Dat moet ik zien te verbreken. Maar het moet dan wel leuk blijven. Na 10 minuten was ik straal vergeten dat Karel doodziek was. Karel leek dat zelf ook vergeten. Een halverwege het interview stapte ineens een wondermooi meisje in de kamer binnen. Ze was van de Ziggo en ze kwam het signaal van de televisie van analoog naar digitaal omzetten. Van digitaal naar analoog, dat weet ik in Groningen niet. Toen ze daarmee klaar was, vroeg ze of we nog vragen hadden. Ik vroeg haar naar de zin van het leven. En nogal overvallig zei ze dat ze daar de laatste tijd niet veel over had nagedacht. Daarna nam ze afscheid. Toen ze de deur achter zich had dichtgetrokken, zei Karel, een van de redenen dat ik rond mijn 20ste depressief werd, was omdat ik de zin van het leven niet begreep. Dankzij Isaac Deutsche, de biograaf van Trotsky, realiseerde ik mij dat het een stomzinnige vraag was. Dankzij lezen kwam ik tot inzicht. Ik heb sowieso weinig zelf bedacht. En daarna kwam het gesprek op de euforie van de adolescentie. De momenten in je jeugd waarop alles in 1 klap helder wordt. Karel zei, het was fantastisch dat je zeker wist hoe de wereld in elkaar zat. En dat anderen dat nog niet hadden ingezien. Dat het zo duidelijk was dat de rest gek leek omdat zij het nog niet hadden begrepen. Dat gevoel was heel fijn. Die zekerheid, waar kwam het vandaan? Karel die wilde een interview voorplaatsing lezen. Met als gevolg dat het pas de 17e in de krant zou komen. Geen probleem, dacht ik. Hij had 2 correcties. De ene ging over het Ziggo-meisje. Het moest duidelijk zijn dat hij haar niet naar de zin van het leven had gevraagd. En het andere ging over het slot van het interview waarin ik hem had gevraagd goed voor de orchidee te zorgen. Karel wilde dat eruit hebben, dat over de orchidee te zorgen. Dat vond ik een sentimenteel onzin. 2 dagen voor verschijning van het interview vernam ik dat Karel slapende werd gehouden en vermoedelijk niet meer wakker zou worden. Palliatieve sedatie. Dan is hij nog niet dood, concludeerde ik. Dan leeft hij nog. Dan kan het gewoon in de krant. En 's morgens hoorde ik dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag was overleden. Het interview lag precies op dat moment op de drukpers. De volgende dag schreef ik een necrologie. Achteraf bedacht ik mij dat ik 1 zin in die necrologie was vergeten. De wereld van Karel ten Haaf. In de wereld van Karel ten Haaf was er plaats voor iedereen. Op 22 mei zag ik 2 rouwadvertenties in de krant. 1 daarvan bevatte de volgende regels. We herinneren hem als een humorvolle, maatschappelijke, betrokken en warme persoonlijkheid. Hij was zeer goed in zijn werk en we gaan een geweldige collega missen. De advertentie was geplaatst door de collega's van de afdeling bouw en facilitair van de UCG. Vooral dat hij was zeer goed in zijn werk, dat emotioneert mij nog steeds. Want alles kan poëzie zijn. Dank u wel.